Nog 100 meter. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg. Posities worden gekozen. En aan de buitenzijde komt daar naar voren Celebrity Jaguar. Maar ook Shisland aan de binnenzijde is goed weg. En deze twee die hebben dan uh, ja, de strijd om de leiding uh, die nog altijd niet beslist is. Het is Gislen aan de binnenkant op de tweede plaats. Terwijl er een hele scrimmage in het veld is. Uh, zien we nu ingeparkeerd paard nummer drie, Celebrity Jaguar. Zo gaan de deelnemers dan op weg naar de volgende bocht. Ook uh, ja, van de Mespel ligt er goed bij met zijn Guess what. Daar kijken we dan toch even naar. En aan de buitenzijde komt daar de. Tussensprint van Flash Starlake in het derde spoor. Zeg ik dat goed of is dat Jan Thijs? Dat kan natuurlijk ook. We moeten het even zien. Het is Fisherman Sprite inderdaad die in het buitenlandse spoor wat naar voren begint te komen. En we gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Alle paarden in de juiste kadans. En drie sporen op dit moment. Een petit Vincent hier op de baan van Alkmaar. En Fisherman Sprite komt aan de buitenzijde zo dadelijk tot schuin naast de koploper Gislem. Gislen, tweede spoor Galia Fortuna, derde spoor Fisherman Sprite, daarachter de drie en dat is Celebrity Jaguar en die wordt gevolgd door aan de buitenzijde Flash Starlake, aan de binnenzijde daar heel goed geplaatst ook die Dundee Boko en achter deze paarden terwijl Fisherman Sprite eruit springt zien we dan Guess What liggen en uh, Tim, ik begin er nu ook een beetje in te geloven. Dat is wel een hele mooie uitgangspositie voor uh, Wim van der Mespel als Guess What al in die absolute topvorm is. Maar vooraan, Gislen, en laten we niet vergeten dat ook Danny den Dubbelde aardig uh, vertrouwen heeft in zijn paard. Hij heeft de leiding, brengt het veld nu de verre linkerbocht in. Galia Fortuna op de tweede plaats. Celebrity Jaguar, de favoriet, moet hopen dat de ruimte zo dadelijk komt en dat daarachter niet al paarden gaan vlogen zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld paard nummer 4, Flash Starlake, en daarachter ook in het tweede spoor paard nummer negen, Guess What. Paarden komen weer in de rechterlijn voor de tribune met Gislaine, die het tempo nog altijd bepaalt. Daarachter dan aan de buitenzijde Galia Fortuna. Aan de binnenzijde het nummer twee, pardon, het nummer drie van Celebrity Jaguar. Daarachter dan Langeweg Junior in afwachtende houding met Flash Starlake. En hier is Jong Holland, Wim. Dus ik zou zeggen, zeg maar poef. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan. En het is daar dat aan de buitenzijde Galia Fortuna de leiding overneemt. Maar daar komen ze aan. Oh, galloppaarden. Daar voor het paard van Hugo Langeweg Junior in het heets van de strijd. En Dundee Boko en guess what, Ike. die komen aan de buitenzijde nu het hele veld voorbij gestoomd en koersaf op de laatste bocht. Guess What aan de buitenzijde, Dundy Boko aan de binnenzijde en daarachter dan Celebrity Jaguar die de aanval inzet op paard nummer 2 Galia Fortuna. We zijn halverwege de laatste bocht en het is Guess What aan de buitenzijde die nip de voorsprong heeft genomen op Dundy Boko. Dundy Boko echter met koersritme die vecht aan de binnenzijde terug en Celebrity Jaguar loopt een prima koers daarachter, maar Guess What aan de buitenzijde is toch wel de klasse in het veld. Neemt hier de leiding over. Hij poefte wel bij Jong Holland. En hij wint het dan ook heel makkelijk. Guess what? De winnaar op de tweede plaats. Sterk Dundi Boko. Derde Celebrity Jaguar voor de twee. Galia Fortuna. Ik zie dat je blij bent, Tim. Je wil wat gaan zeggen, geloof ik. Hè? En het kwartet op maat. Quartet op maat, ja. Gewoon hoe we het voorspellen. En 20 mooi. euro winnend. En ja. we gaan met V4-palen door naar de V4. We moeten investeerders hebben met onze kennis. Helaas hebben we het zelf niet nagespeeld. Nee, dat is wel. Maar ja, we mogen ook niet spelen natuurlijk. Maar dat gaan we dan binnenkort wel doen voor onze investeerders. En ik ga dit interview even doen met de winnende rijder. Dat vind ik een goed idee. Als jij dat wil doen, dan mag jij dat doen.